Hoi allemaal, vandaag ben ik jarig. Het is vandaag 11 augustus, dus mijn verjaardag en vandaag word ik 10. Maar wat gaan we vandaag doen? Dat weten jullie straks. Maar eerst beginnen we even met abonneren als verjaardagscadeautje. En geef een duimpje omhoog. En dan gaan we nu beginnen. Oké, waarom heb ik een kussen en stiften en wat is dit eigenlijk? Nou, kijk. Dit kussen is gemaakt van memory foam. En zoals je ziet onder mijn vingers zie je het handje. En als je erin drukt, dan gaat het best langzaam terug. Want het gaat veel langzamer dan eigen kussen. Normaal kussen bedoel ik. Dus, we gaan vandaag squishies maken. Hoe we dat gaan doen? Als je dat ook wil weten, blijf dan kijken naar deze video. Ik haal het kussen even uit de kussensloop. En het is een soort van gemaakt van een soort van schuim. Zoals jullie kunnen zien. Een soort van ja, schuim, foam. En deze moet ik nu even uit. Dat was mond. Zo. Die mag weg. En dan hebben we één groot, lekkere jumbo squishy. Hij is niet al te slow rising, maar ook niet al te snel. Dus eigenlijk gewoon perfect. Oké, geen tijd om te slapen, want we gaan squishies maken. Wat voor ontwerp squishies heb ik nou in mijn hoofd? Omdat het zeg maar zo half is, eigenlijk wordt dat zo, ga ik dan zo 3 lijntjes afsnijden. En dan ga ik eentje maken met de watermeloen, eentje met de sinaasappel en eentje met de citroen. Als jullie deze ook kunnen kopen, deze kan je trouwens kopen bij de Little Non Food. En deze stiften, die koop je bij de Action. En deze trimmerkeurstiften ook. Dus als jullie dit ook hebben gekocht, dan kunnen jullie het hele kussen natuurlijk opgebruiken. Maar ik ga nu gewoon even 3 kleine snelle ontwerpjes maken voor jullie. Die kunnen jullie dan ook nadoen en gewoon leuk. Wat ik nu ga doen is 3 schijfjes snijden. Voor de citroenschijf, de sinaasappelschijf en de watermeloenschijf. Dus laten we maar gaan snijden. Zo dik wordt het ongeveer, dus niet al te dik, maar niet al te dun. Zagen, zagen. Na echt enorm lang heb ik eindelijk 3 mooie stukken. En dit is best wel een mooie watermeloen, vind ik geworden. En zometeen kan ik, doordat het nat is door de verf, kan ik niet meer laten zien hoe goed die squished. Dus dat ga ik nu even laten zien. Ik maak de watermeloen tot een bolletje. En dan gaat hij best langzaam weer terug. En de citroen. Die gaat ook heel langzaam weer terug. Echt heerlijk. En de sinaasappel. Gaat ook al langzaam weer terug. Dus laten we maar beginnen met verven. En voor de watermeloen ga ik denk ik mee beginnen. Dus ik leg deze even weg. Ik ga beginnen met de watermeloen. En dat is trouwens mijn hond. Ik weet ook niet wat hij wil, maar ik ga beginnen met een groen lijntje. Zodat ik dan zeg maar weet tot waar de groene lijn van de watermeloen stopt. Dat vind ik wel zo handig. Dus ik draai hem even zo. Zo. Ik heb een mooie groene lijn gemaakt en die ga ik nu denk ik... Nee, ik ga hem niet inkleuren met stift. Ik ga hem verven. Daarvoor gebruik ik wel nog even een penseeltje om dit lijntje in te kleuren. En zometeen gebruik ik een grote kwast voor die. Dus dan pak ik een beetje groen. Zo. Dat is klaar. Het ziet er prachtig uit. Maar dit moet ook nog gebeuren. Dus wat gaan we dan nu doen? We pakken een kwast, een grotere kwast. Ik denk dat deze wel handig is. En dan gaan we de grote buitenrand inkleuren. Met een klein rood lijntje waar zeg maar de rood begint. En dan gaan we daarna de rood inkleuren.
Zo. Hebben we nu al de basis van de watermeloen? Deze laten we nu even drogen. En dan gaan we door met het volgende. Deze kan even drogen. Door met de sinaasappel. Dus dan pakken we gelijk de grote kwast, want deze heeft bijna alleen maar oranje. Dat ging erg snel. Het lijkt nog een hele grote laag. Oké. Deze heeft bijna alleen maar oranje, dus deze is echt heel makkelijk. De watermeloen was iets lastiger, maar de citroen heeft alleen maar geel met wit en deze heeft alleen maar oranje met wit. Dus deze twee zijn super makkelijk. En de laatste, dat wordt een citroen. Ik vind het persoonlijk heel lekker. Ook al is het heel erg zuur, maar ik hou gewoon van zuur. Nu ga ik de watermeloen helemaal afmaken en dan ben ik zo terug. Zo, de watermeloen is af. Nu nog de zwarte stipjes nog. Nou, dit is de watermeloen geworden. Ik vind hem zelf wel leuk geworden. Na een paar uur drogen zijn ze klaar. Kijk maar. Zo. Prachtig. Zo. Zijn klaar. En met Tipex ga ik zeg maar een beetje de lijntjes op de citroen en de sinaasappel maken. En ik denk dat ik ga beginnen met de sinaasappel, want die is nog wat droger dan deze. Want deze bleef een soort van nat of zo. Heel gek. Klot. Wil je deze sinaasappel, citroen of watermeloen winnen? Laat het dan zeker even weten in de reacties. En ook hoe ik dan met jou in contact kan komen via je Instagram, via een privéberichtje of hoe dan ook. Dus laat het weten en dan krijg jij een van deze misschien wel naar jou al huis opgestuurd. Best goed gelukt. Ikzelf ben super tevreden over het eindresultaat. Vooral over de watermeloen en de sinaasappel, maar ook over de citroen. Gewoon, ik ben helemaal tevreden. En laat lekker weten welke jullie willen winnen. De watermeloen, de citroen of sinaasappel. Maar als je dus wilt meedoen, lekker abonneren. Geef deze video een duimpje omhoog. Ik ga nog lekker doorfeesten, omdat het mijn verjaardag is. Ik hoop dat jullie ook een fantastische dag hebben. Of nog gaan krijgen. En dan zeg ik, doei!